eindelijk terug op de gewone weg. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag. En het is nu al iets na 10 en ik ben al eventjes onderweg. Maar in Boston kon ik niet vloggen omdat er al dat er bijna 2 sliepen, dus dat ging niet. En gisteravond vond ik dat ook wel wat goed, want tegen dat ik toe kwam in de kamer was er daar al iemand. Maar nu zit ik dus op een boot. Straks gaat hij vertrekken en ik ga daar niet zo tangen, maar ik ga dat waarschijnlijk totaal niet goed, dus ik ga het hier eventjes onder zetten aan de video. Er ligt vandaag dus een klein beetje sneeuw in Oslo. De vorige dagen lag er ook al wat sneeuw, ijsachtig, maar dat was echt zo van die vieze sneeuw. En nu op bepaalde plekken ligt er echt super mooi sneeuw. En ik hoop dat er in deze tangen nog meer ligt. Eerst tijd voor een ontbijt. Het is hier echt zo stil, heerlijk. Kijk het uitzicht. Super schoon en mooie winters. Hier zo van die winterse huisjes van die bergen. Heerlijk. En sinds ik hier aangekomen ben met de boot heb ik hier bijna niemand te zien. Allee, behalve dan de mensen die in en uit de boot stapten, vandaar verder. Nu is er een auto. Grappig dat je heel wat zulke plekken ziet staan van auto's die er gestaan hebben voor de sneeuw. Zo grappig dit. Tal is dat een huis die nog niet af is, of tal is dat zo een garage? Want hierin is gewoon open naast die garage. Grappig. Eigenlijk wel echt niet de beste schoenen aan om deze omgeving te maken. Hier was ik bijna uitgeleiden voor de tweede keer vandaag. Wat is dat geluid? Rotsen. Ik wist niet hoe ik terug op de weg moest raken. Dus ik heb daar mijn broek afgezet. Nu ben ik hier nog even naar te doen. Ik sta met mijn voeten diep in de sneeuw. Net bijna omgevallen. Maar we proberen die gewoon
gewoon de weg terug te vinden. Want door de sneeuw ben ik ergens van het pad afgedaald. Dus echt niet mijn bedoeling. Echt niet. Ik zit terug op het pad. Oef. Ondertussen zijn mijn benen wel wat bevoren. Maar wat wil je als je met een stoffen broek, sneakers en veel te korte kousen zo diep of dieper in de sneeuw zit, echt. Daar moeten we zijn, dus ik ben niet zo heel ver meer. Oef. Kleine kerstboompjes. Dit was er straks wel wat handiger geweest. Ach, maakt niet uit. Ik ga nu hier terug proberen om er te raken. Ik ga hier wel moeten oppassen. Het is waarschijnlijk wel een beetje hard dit stuk. Eindelijk terug op de gewone weg. Het is echt zo vermoeiend om constant weg te zakken in de sneeuw met je schoenen. En ik heb echt geen goed schoensel mee. Maar dan ook echt niet van die sneakers die maar zo hoog komen. Als je schoenen dan dubbel zo ver onder zet, is dat niet echt zo goed handig. En nu de eerstvolgende ferry naar Oslo. Die komt binnen een 18-tal minuutjes aan. Ik ben er zo goed als. Maar ik ben heel, heel blij dat ik eventjes de oversteek heb gemaakt. Niet alleen omdat je een prachtig, echt Noors landschap vindt aan de overkant. Want Oslo is natuurlijk wel Noorwegen. Maar het is nog iets heel anders dan dat je even buiten die grote stad gaat. Maar het was ook heel leuk om op de ferry te zetten. En op de ferry kan je je gsm opladen. Dus als je tegen dan plat bent, pak je je USB-lader mee. We zijn verder aan het doen met onze wandeling langs de kade en ik zit nu op punt 4. Dus nog 3, 2 en 1 en dan nog 11, 12 en 13 denk ik. Ik ben dan 10 begonnen. We kijken tot wanneer het loopt. Het loopt tot 14. Dus nog 3 punten aan deze kant en nog 4 punten aan de andere kant. En dan heb ik een wandeling van 9 kilometer gedaan. Lijkt me wel handiger om met de fiets te doen in het zomerseizoen als de fietsjes niet gesloten zijn. Naast de autostrade ligt punt 3. Philipsstad. Staat deze baan er niet meer. Mag ik dit een beetje grappig vinden? Sorry als dit zo schudt. Het voorlaatste stuk. Zo, nu ben ik hier. Nog 1 kilometer en 3 wandelen op dit punt. En dan zijn we klaar met deze kant. En dan gaan we nog naar 12, 13 en 14. Dit kan ik niet meer, al geprobeerd. Dit gaan we niet proberen. En dit kan ik ook al niet meer. En daar is punt 1. Ik heb geen idee hoe dat in het Noors is. We zitten op het meest westen punt van deze wandeling. Dat betekent dat het 9 kilometer is naar het eerste punt aan het meest oosten, aan de meest oostenkant van de wandeling. We gaan even kijken of ik iets vind of dat we nog
even misschien naar het westen gaan reizen. We zien wel. Ondertussen is het trouwens heel lichtjes beginnen sneeuwen. Heel dit stuk van de trek is allemaal vegetarisch of veganistisch. Dus als je net een veganistische kaas, dan moet je echt hier zijn. Hier lukt toch de haan in de sokken.